Hier in Benares, aan de oever van de heilige Ganges, waar nu nog crematies plaatsvinden volgens de oude rituelen, overvalt mij de diepste onrust over het boek der boeken, de Vedas. Wat is het leven nog waard als het lichaam niet meer is dan een draagbaar van de ziel? Waarom zou er nog droefenis zijn als we het einde welkom heten?